In de tweede wedstrijdhelft vormt zich een uitgebreide kopgroep waarin we twee kopmannen missen, Plankaert en Van Vliet. Wel bij Patrick Hendricks, Australiër Piper, Peter Huig, de Italiaanse belofte Bugno, Peter Roes, de Italiaan Vona, Erik van Lanker die zijn leiderstrui zal behouden, Johan Museeuw. Dan komt Michel Derniz eraan, de Italiaanse comingman Maurizio von Driest, de Amerikaan Parkin, Frans Maassen, zijn landgenoot Kerstens, twee Nederlanders, de Italiaan Zanatta, de West-Duitser Guls, Van Itterbeek, een man in vorm, Nulens. Dan komt de Nederlander Habets, Nico Emons, de Italiaan Corti, Marc Sergeant, Martin Durand, René Martens, de Keulenaar, de snelle Nederlandse kampioen Pieters, Jan Neves, de Nederlander Tolhoek, Mark Dirks, Hendricks en Frison die buiten beeld bleef. In de laatste 15 kilometer valt Peter Huige aan. Peter Huige uit de ploeg van Plankaert. De Italiaan Vona gaat met hem mee. De Italianen spelen trouwens een aardige rol in deze ronde van België. En als laatste is ook Nico Emons komen aansluiten. Emons, de laatste winnaar van onze nationale ronde. Maar de rest van de kopgroep komt terug, ondanks een laatste poging van Emons om alleen weg te geraken. We gaan dan naar de sprint en die wordt van ver ingeleid door Ludo de Keulenaar in dienst van de Nederlandse kampioen Peter Pieters. Zoals gezegd een snelle man, maar er zitten nog snelle benen bij. Bugno, Von Driest, Maassen, Zanatta, Frison en Guls bijvoorbeeld. Demarrage van Van Itterbeek, maar er is nog een eind te gaan en het is een sprint bergop. Van Itterbeek neemt een paar lengte, wordt dan bijgehaald. Frison komt dan links van hem, maar Frison valt wat stil. Pieters, de Nederlandse kampioen, komt eraan. Aanval van Guls nog, maar Pieters houdt stand en wint voor Guls en Frison. Een meer uitgebreid verslag krijgt u straks in ons tweede journaal.